We zijn hier bij de polioreactor. Deze ruimte is eigenlijk een beetje lekker een keuken. We gaan vaste stoffen en vloeistoffen toevoegen aan de reactor. We gaan die opwarmen, daar ontstaat een chemisch proces en eigenlijk maken we een nieuw polyol, wat dat een van onze grondstoffen is voor onze isolatieplaten. Dus het is ook in deze reactor dat we kunnen recycleren. We gaan afval dan ook in de reactor doen, vloeistoffen aan toevoegen, opnieuw hetzelfde proces in de keuken, opwarmen. Dat gaat dan eigenlijk depolymeriseren naar de nieuwe grondstoffen, het polyol. En dat polyol kunnen we dan gebruiken om nieuwe platen te maken. In het kader van duurzaamheid is Inilin altijd wel een pionier geweest op het gebied van kunnen wij op basis van afval dingen maken, hè? Ten bewijze vlaspanplaten. Hè? Dus uiteindelijk uit de afval van vlas, de lemen, werden platen gemaakt. En nu zou je kunnen zeggen, 60 jaar bijna verder, gaan wij nu op basis van polyurethaan afvalstof ook platen gaan maken. Ja, de geschiedenis herhaalt zich een stukje wat dat betreft.